allen van harte welkom heten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we kijken wat voor initiatieven er zijn om zoveel mogelijk grondstoffen, zeg maar afvalstromen, om te zetten in grondstoffen. En als je dat hier in Flevoland kunt doen, is het helemaal geweldig. Nou, het is belangrijk dat het ook in Flevoland gebeurt. Het gebeurt natuurlijk op allerlei plekken. Sewage Recycling en Recovery werkt natuurlijk op heel veel plekken aan dit soort initiatieven. Maar we missen nog wel wat hier in Flevoland, dus dat kunnen we wel gebruiken. Nou, wij zijn hier nu voor de derde keer. En de andere keren viel me op dat je eigenlijk dat je zo heel makkelijk contacten legt met bedrijven waar je in eerste instantie zelf niet aan gedacht zou hebben. Ja, ik ga de auto in met eigenlijk toch wel een nieuwe keten die we gevormd hebben. Ja, je moet in feite dat proces ontwikkelen. We hebben wel een aantal processen ontwikkeld. En om zo'n proces te maken, ja, dat gaat niet over één nacht ijs. En ja, daar zijn vooral wij ook natuurlijk goed in om dat te ontwikkelen. En aan de andere kant hebben we de input van de bedrijven nodig om dat ook tot stand te brengen.